Jordan Mataka, de Interland break zit erop. Hoe is die break hier verlopen op Sint-Truiden? Want we missen toch wel enkele jongens en trainen is dan niet zo eenvoudig, denk ik. Ja, nee, het is wel heel goed verlopen, denk ik. Het was een moment voor ons om zeg maar weer op adem te komen, de beentjes wat rust te geven, kleine pijntjes te laten verzorgen. Over het algemeen is het allemaal wel goed geweest. Ja, we wonnen onze laatste competitiewedstrijd. Dat geeft misschien ook een leuk gevoel om de Interland break in te gaan en om op volle kracht nu weer verder te gaan. Ja, zeker. Dat is iets wat we nodig hadden. We zeiden het ook voor de wedstrijd van kijk, Interland break komt eraan. En, het zou heel goed zijn voor het elftal, gewoon voor het morele en ook gewoon voor de ranglijst om 3 punten te pakken. Dat hebben we gedaan en uiteindelijk zijn we heel tevreden de Interland break ingegaan. We nu bevestigen tegen KN Gent, op Gent, er zijn makkelijkere opdrachten natuurlijk. Geen enkele opdracht is makkelijk, deze ook niet. We weten dat Gent thuis heel sterk is. Ze hebben een heel groot veld, een goed elftal. Wij hebben ze geanalyseerd, de staf heeft ze geanalyseerd en we zijn nu sinds deze week bezig met het voorbereiden op die wedstrijd. Dus ik denk dat het heel belangrijk voor ons is om die vakantieperiode tussen twee haakjes even weer eruit te komen en weer volle bak te gaan voor zaterdag. Zondag.